Groningen, daar zijn we vandaag. Goedemorgen, middag, avond. Goedemorgen, middag, avond. Leuk dat je naar beneden kijkt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Herbers Geocaching Video. Ja. Ja, dat cash in de grote stad is ons bevallen. Ja. De Bos, daar waren we geweest voor de challenge van Snippersnap. En nu zijn we in... Groningen. En zo kunnen we de stad beter leren kennen. Juist. Yes. Veel plezier. Let's go. We zijn de stad in. Als het slecht weer is, hadden we het museum ingegaan. We kijken eens eventjes, het zonnetje schijnt. En we gaan nu op zoek naar een fysieke cache. Een tradi. Ja, een fiets. Dat zijn van die huurfietsen. Hoe dat werkt, weet ik niet precies, maar dan kunnen we lekker een stukje fietsen. En bij een boom. Groningse boom. Heb ik eerst iets in de holte? Ja. Hier een holte. Ja. Even kijken. Even met de camera ingaan. Alles wordt erbij gehaald. Er is al wit die boom, maar ik weet niet of het is. Zo denk ik niet, hè? Zijn we op het nulpunt? Ja. De vraag is, hint, boomholte bovenin, terug aan het haakje UB. Maar ik zie geen haakje. Haakje? Ja, zie ik niet. Dat is de spin, hè? Ja! De eerste van vandaag. Habbers en check. Ik denk dat ze klopt. Zoek een liedje. Een test toch? Normaal, hè? Een kleintje. Er zit een regenbuis, een paar meter links van de buurt. A few moments later. In principe heb ik hem gevonden, want ik zei dat hij al lang was. Ja, Lisa, goed gedaan. High five. High five. Daar gaat er eentje. In Groningen. Eiland. Ligt op water. Wat? Ligt hij op het water? Oh, daar. Zie je ze? Wow. Zijn die echt? Ik wist dat die schildpadden leefden. Zullen die op elkaar of niet? Ah, dat is een familietje. Hé, hey. Die moeten eraf. Is een nestje of? Kijk nou, hij jaagt ze weg. Ga eraf, zegt hij. Tadaa. Hé,
Ja. Leuk hè? Ja. Schildpadden hè? Mama en Thomas zijn in de buurt. Hey, baby de cash. Oh, ik mag niet ook zeggen natuurlijk hè, voor de muggels. Ja. Wij zagen schildpadden op een nestje. Die komen er wel. In een obstakel. Oh, is het een obstakel? En dan moeten ze doen. Oh. Team. We hebben echt een team nodig. Oeh, op de boom. Nee. Oh, zo moet je natuurlijk naar. Oké, okay, ik ga het proberen. Oh, dit is spannend. Ik ben een bikini. Dit is spannend. Nu wel even een duimpje omhoog, alleen voor Lisa. Ik blijf in de tassen. Voorzichtig, hè? Wat is er, Lisa? Heb je een pen bij, Lisa? Goed zo. Ja. Goed gedaan. Ja, ja. Nee. Het is nog nooit gebeurd dat we Lies op meters afstand zien. En dat wij hier langs de kant staan, dat hier gewoon water ligt. En vind je hem? Ze kan hem niet vinden. Het moet een normale kast zijn. Nou, inmiddels is het gaan regenen, heel hard. Lisa op het eiland. Ja! Heb je wat? Oh! In de regen, jongens! Lisa zegt vanaf het eiland. Ze heeft hem! Echt waar! We hebben onze jongste teller hebben wij weggestuurd. Het voelt wel een beetje apart om er alleen daar te laten. Hey, heb eens! En check! Wat is nog een wat in de winden? Een hendeltje. Trekken! Ja? Je kan draaien, maar... Oh, wat erg dit. Ze heeft hem wel. Maar ze krijgen niet open. Oh jongens. Ik denk gewoon een leuke stadskerst toen, Groningen. Ik sta hier op een eiland, die dochter. Over het water. Ze heeft hem gevonden. Pas op hè. Ja. Oh, ze gaat klimmen. Dat is erg goed, jongens. Zomer in Nederland. Carine staat aan de kant. Met een paraplu. Nou, we kunnen hem zo niet loggen. Ook dat nog. Een zwarte kat. Ah. Nou, ja hoor. Feest is compleet. De kerst is niet open. Als dat maar goed gaat. Het is echt frustrerend dit. De kerst is gevonden. Lisa is erbij. Er is een hendel. Op een of andere manier moet u open. Alleen ja, niemand kan haar assisteren. Nou, echt. Ja! Hij is open! Ja! Hey! Hey! Hé! Dat kost wel moeite, zeg! Wat goed.
Hij is open. Wat goed. Het duurde eventjes. Diep en buik. Ja. Oh, dat is wel een huisje. We zijn trots op jou, Lisa. Je moet zo meteen op een gladde boom terug zien te komen. Ja. Ja. Ik heb een schildpad, ik kijk ook. Ja. Voorzichtig, hè? Ja hoor. Nou, de kerst is dus terug. Die regen heeft ook zijn ijskoud op de weg. Voorzichtig, ja, zo hartstikke koud. Het is nog spannender, jongens. Het is glad. Houd ze goed vast. Oh, oh, voorzichtig. Maakt niet uit. Veilig aan de overkant. Ja, 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 ja. Heel nat. Oh, dit hadden we niet gedacht. Dit. High five. Ja, heel goed. Hoe was het, Lisa? Vertel eens even hoe het was aan de mensen thuis. Ja. Ik zou het doen, maar zeker niet wanneer de donkere wolken over zich komen. Die boom kan glad zijn. Ja. Nou, super zeg. Goed gedaan. Ik denk dat ik deze mee heb. Ja. Nou Lisa, ben je al een beetje bekomen of niet? Ja. Van het avontuur. Nou, ik geloof dat het te maken heeft met die bijenkorf. Maar zijn we bij de volgende? Ik weet niet of dat een is. Ja. Het is wel een insecthotel, dit of niet? Ja, maar kijk hier, hetzelfde dingen. Hetzelfde wat? Een tekentje. Natuurelementen. Oh, jij kent die doosjes nou natuurlijk wel. Ja. Dat is van dezelfde CEO. Oh, echt gelukkig. Ja, dat is een insectenhuis. Hey. Oh. Oh. Wow. Hey. Oh, dat is leuk gemaakt dit. Tjoeps. Ja, de biertjes komen dichter op de motor. Allemaal pissenbedden die eruit vallen. Nano. 22 graden. Yes. Wat zien we? Ja, is ook zeg, we zijn in Groningen. Ja, langs lopen. Poortje. Wat een probleem. Ik heb beneden gezien. Nee, hier is een potje. Ja, zie wel, dat is een ingangetje. Dan gaan we naar beneden. En ook deze is weer gevonden. Volgens mij hebben we hem altijd gezien naar zijn gezicht. Ja. Wow, die is mooi. Ja. Wow. Oké, okay, die stickers. Zo, dit is leuk dit. Dit heb ik ook nog. Deze poppetjes. FTF. Hier worden we blij van. Maar kijk, deze poppetjes heb ik ook nog. Ja. Bij geocache. De geocache hebben we. Ja. Little people. Hebbes en check. Oh, hè? Dit duiveltje is niet geketend. Ik zat er net aan en toen dacht ik, Ja. Toen dacht ik, Leuk deze. Ja. Maak hem open. Goed gevonden. Hebbes en... check.
En we zijn bijna aan het einde van deze video. Yes. Ja. Maar ja, je kan niet Groningen bezoeken. En de Martini-toren niet beklimmen. En bovendien... Bovenin? Ja. Zit de virtual. Precies, dus we zijn nog niet klaar, Lisa. Naar boven. Let's go. Anders ben ik tot de rest van mijn leven doof. Wow, ik ben half weg hier. Kom. Dit heb ik al gemaakt. Wat vind je van Lisa nou, hè? Echt cool. Helemaal bovenaan, hè? Nou, nog niet. Nee? Oh, we kunnen nog hoger. We zijn op het eerste ding. Oh. Thomas, wat moeten we doen? Een foto maken bij de als achtergrond forum. Dat is het forum. Ja. Nou, foto maken. Gaan we hier staan? En daar een hoekje denk ik. Zo. Pas er niet allemaal bij denk ik. Jawel, pas er maar bij. Kijk, en hier gaan we een foto maken. En dan is het Hebbes. En check. Check. Goed voor de beentjes. Ja, en met het luiden van de klok, Thomas, ja, hebben wij dit avontuur overleefd. Vooral Lisa. Lisa, nog één keer high five met jouw avonturen, zeg. Wat was het cool. Helemaal opgedroogd. Ja. Gelukkig. En wat een mooie stad, hè, Groningen. Ja, een hele mooie stad. We hebben nog lang niet alles gezien. Nee. Maar hoger dan dit komen we niet. Dit is ons hoogtepunt hier in Groningen. God, het gaat hard. Heel hard, vooral je moet zo. Ja, ja, dat gaat gebeuren. Nou, vond je een leuke video? Even een duimpje omhoog. Wat nog meer? Delen. Liken. Ja. En reageren, nu wil dat leuk. Ja? Dit was Hebbes voor deze keer. Vanuit Groningen. Ja. Tot de volgende keer. Adios. Tjus. Adios.